Goedenavond, dames en heren. Laat me u vanuit het beeld mogen toeroepen. Laat het maar gewoon houden en beginnen met een liedje te zingen over de politie. Ik zal u eens vertellen wat me onlangs is gebeurd. Ik kreeg opeens een hekel aan mijn baantje. Het hele lieve leven leek verwelkt en verkleurd. En verveloos en saai werd mijn bestaantje. Toen ging ik aan het zoeken in de grote maatschappij. Of dat er ergens anders beter werk zou zijn voor mij. Totdat ik opeens begreep bij intuïtie. Dat ik agent moest worden van politie. Ik liet me grondig testen door een hele knappe man. Die deed in psychologische rapporten. Bij het binnenkomen bleek dat hij me kende bij mijn van. Hij zei tenminste dag meneer de Korte. Hij stelde mij een hele massa vragen achtereen. Toen zei meneer, ik zal het maar net zo zeggen als ik het meen. Ik vind u bij de hand, maar wat ik niet zie, dat is uw aanleg voor het beroep politie. Maar ik gaf me niet gewonnen, nee, ik zette dapper door. En ik stapte naar meneer de commissaris. Ik vroeg hem om een zetel in het politionele koor. Met als het effe kon een goed salaris. Meneer de commissaris stelde ook al vraag na vraag. Waarop ik repliceren moest, al deed ik het echt niet graag. Maar wat kon ik anders doen in mijn positie? Omdat ik agent wou worden van politie. Het eind van dit verhaaltje is zo logisch als het maar kan. U ziet, ik heb nog steeds geen uniform aan. En ik bleef precies als elke doodgewone burgerman. Heel onopvallend klein in 's levens storm staan. Toch ben ik nou weer helemaal gelukkig met mijn baan. Want wat je voor de kost moet doen, dat komt er niet op aan. Maar ik heb altijd nog hoop, althans een pietie. Eens nog agent te worden van... Juist.